Hallo babes, wat een prachtige zonnige donderdag. Iedereen klaagt, maar hier in Lochem schijnt de zon heerlijk. Een korte mededeling. De unboxing, de vlog van de unboxing is helaas in twee delen. Dus jullie zien nu deel 1 en woensdag aanstaande deel 2. Dat heeft met name te maken met het feit dat ik zoveel spullen in die doos had. Dat paste allemaal niet in 15 minuten. Vandaar dat ik het moet splitsen in twee delen. Maar goed, niet getreurd. Deel 1 zien jullie nu. En deel 2 zien jullie woensdag aanstaande. Alvast heel veel kijkplezier. Hallo babes, welkom terug op Volgensklaauw. Ik heb de afgelopen 2 weken een korte pauze gehouden. Omdat het best wel hectisch was in mijn privéleven. Maar we zijn terug. Ook heb ik al heel lang geen unboxing meer gedaan. Nu is het heel toevallig zo dat ik hier een enorme doos heb ontvangen. En nou, hij is echt huge. Kijk, zo groot is die. Heel erg groot dus. En die gaan we samen unboxen. Nou, voordat we dat doen, zoals jullie weten of jullie opgelet hebben, ben ik al geruime tijd bezig, zeg maar, met de nieuwe keuken. En daarom heb ik een aantal spullen die ik heel graag wilde, die passen in mijn keuken. Ik heb al wat spulletjes ontvangen en hier zit het een en ander in, maar wat ook hier in deze doos zit, ik ben onlangs tante geworden van 2 prinsesjes. Ja, 2. En ze zijn zo schattig. En daar had ik ook in de zomer wat spulletjes voor besteld. Maar er is nog een 3e prinsesje op komst. Ook voor haar zitten wat spulletjes hierin. Maar goed, we gaan stoppen met praten. We gaan de doos openmaken. Ik zie dat de douane mijn doos al heeft opengemaakt. Ik heb een personal shopper in Amerika. Heb ik al een paar jaar. Ik heb er zelfs 2. En ja, ik bestel mijn spulletjes online. Ik stuur ze naar hen toe. Ik stuur ze naar haar toe. En zij pakt ze allemaal in tot 1 pakket. 1 grote doos in dit geval. En hiervoor hoefde ik geen invoerrechten te betalen. Dit zijn onder andere de kruiden voor de Louisiana Crawfish Boil. Hebben we voorlopig niet nodig, want ik had nog wat thuis. Ik heb ook gekocht Ghost Pepper Nuts om een challenge te doen. En dat moeten hele pittige, spicy nootjes zijn. Dus die ga ik ook filmen. Dit is Slap Your Mama. Cajun kruiden. Ik hou van koken, dus je kunt heel veel kruiden zien. En ook deze zijn van Slap Your Mama. Slap Your Mama, dat is een merk, een brand in Amerika. Die hebben heel veel verschillende kruiden. Dit is de White Pepper Blend. En dit is gewoon hot. Wat is dit? Oh, dit is voor mijn camera, voor in de auto. Om mijn camera in de auto, zeg maar, te monteren. Want de houder die ik nu heb, die wiebelt nogal. Dus dit is voor mijn car mount. Wat zit hier? Oh! Ghost Pepper Chips. Pakwi? Ghost Pepper Chips. Deze wil ik ook uitproberen voor een challenge. Dit. Moeten we ze heel netjes openmaken. Oh my god. Kijk hoe schattig. Oh my god. Kijk dan. Oh. Kijk. Dat is paar nummer 1. Deze heb ik natuurlijk ook gekocht. Want ik wist wel dat ze in die mini klein zouden zijn. Omdat ze pas geboren zijn. Heb ik van die
En loofertjes worden ze gekocht, ook van Ux. Kijk dan, deze passen ze zeker. Deze passen ze zeker, deze. Die vind ik zo schattig. Oh. Even kijken, dan heb ik nog één paar. Ja, het is een tweeling, dus alles tweemaal. Maar ik zei toch dat ik nog een prinsesje had. En die heeft ook deze. Ze zijn geen, zijn niet allemaal zusjes van elkaar. Ze is één tweeling. Nog eenmaal de Slap Your Mama kruiden. Oké, we gaan kijken wat hierin zit. Ik kom volgens mij nog ergens uxjes tegen. Oh ja. Ja, hier zijn nog... Je moet wel kijken naar de maten. Dit zijn nog uxjes. Zijn hetzelfde die we net hebben gezien. De instappertjes, de lovertjes. Dat zijn die dus. Ja. Dit is voor... dat zijn borsteltjes om zeg maar, ja, schoon te maken in de keuken. Zeg maar bij je kookplaat. En dan hebben ze zeg maar zo'n pluisje zodat je echt precies langs de rand. Ik zal het een keer demonstreren. Maar hiermee kun je echt goed langs de rand van je keuken. Van je kookplaat kan je heel goed hiermee schoonmaken. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. Tuurlijk hebben we geshopt bij Michael Kors. Wat zit hierin? Dit is een Michael Kors tas, maar het is een cadeau voor een vriendin van mij. En die heb ik gekocht met een bijpassende portemonnee. Dus dit pakketje duurde eigenlijk 10 dagen. Normaal gesproken krijg ik mijn pakketten binnen 7 dagen. Deze heeft er iets langer over gedaan, dus in plaats van woensdag kreeg ik hem zaterdag. Dus jouw cadeautjes onderweg. En voor mezelf heb ik een Michael Kors cognac portemonnee. Met een super, super mooie cognackleurige tas. En dit is hem dus geworden. Wacht, ik ga hem gelijk helemaal openmaken. Ja, ja. Oh. Hé. Kijk. Dit is hem. Ik vind hem een hele leuke, chique tas. Ik vind hem niet te groot. Zeker niet te klein. En een bijpassende portemonnee. Ja, en dit heeft ze wel van mij gehaald in de outlet store, want in de gewone winkels waren ze uitverkocht en zij woont er vlakbij. Dit is een car diffuser en dit is voor mijn neef Romano. Maar ik had er al heel lang in beloofd, maar ik vergat hem steeds te bestellen. Dus dit krijgt hij van mij met een, wat geurtjes voor in de auto. En hier zit een doos vol met kruiden voor de, van Setrins. Voor de crawfish bowl heb ik voorraad, ook gelijk voor volgend jaar. Die zitten hier allemaal in. Dus dit is een doos vol met kruiden. Ghost pepper popcorn. Deze moet je de magnetron doen. Dit is de Elisa Fica Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mask. Dit is een masker, een gezichtsmasker. Maar als je het opdoet, dan gaat die bubbelen. Dan krijgt hij heel wat bubbels. En dan kan je hem daarna eraf peelen. Oh my god, dit was ik alweer vergeten dat ik dit had besteld. En deze doos ga ik zeker bewaren. Dit komt van de website van Serena Williams. Of course, I have to power my black sister. Thank you for your purchase. I hope every piece makes you feel special. I already feel special because it's from you. XOXO Serena. En kijk, heel mooi ingepakt. Met een S. Ik weet niet eens meer wat ik heb besteld. Oh ja, ik weet het wel. Ik weet wel wat ik heb besteld. Allereerst heb ik een S-shirt. Een t-shirt met een S. Compton. De S staat voor Serena. De S staat voor Schriks. En de S staat voor Strong. En wat heb ik nog meer? Hier ging ik eigenlijk voor aan de website. Ik heb een S-pin.
De originele S-pin van Serena. En die ga ik meteen opdoen. Die komt hier. Kijk, ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Maar dit is de original S-pin. En jullie kennen mij al. Tuurlijk heb ik er twee. Want deze is een cadeautje voor iemand die gek is op tennis. En helemaal gek is op Serena. En er staat op het doosje. What is your S? My S is Scripps. Dit. Microvezeldoekjes. Mijn keuken is grijs met wit. En ik heb 100 stuks witte vezeldoekjes. En ik heb ook nog een pak grijze. En ik wil alleen die twee kleuren in mijn keuken gebruiken. Dus vandaar dat ik dus deze heb. Ik zal het even openmaken. Dit zijn dus de doekjes. Jij kunt ze overal vandaan halen. Maar deze zijn wel heel speciaal. Ze hebben best wel een hoge rating op Amazon. Vandaar dat ik deze heb gekocht in het grijs. Want heel vaak vind je in de pakketjes dan heb je verschillende kleuren. Ik wil geen verschillende kleuren meer. Ik wil alleen de witte en de grijze. Dus ik heb een pak van 12, dacht ik. Ja, ik heb een pak van 12 gekocht. En van die witte heb ik er heel veel. Dit is de Carolina Reaper Beef Jerky. Dat is ook om een challenge mee te doen. Oeh, er zit zo weinig in. Volgens mij is het best wel pittig deze. Wat is dit? Oh ja. Ik ben... ik heb geen schoonmaaktik of zo, maar ik wil dat alles gewoon netjes en schoon is. Dus deze heb ik gekocht. Ik zag een filmpje van een mevrouw. En die liet zien zeg maar, dat ze haar gasfornuis, alle hoekjes, de rondingen zeg maar, van je gasfornuis, van de magnetron, dat ze dat hiermee doet. Zeg maar met die witte handschoenen. En dat je dan mooi goed schoon kan maken en vlekvrij kan houden. Dus vandaar dat ik deze handschoenen ook heb gekocht. Ja, het waren best wel goedkoop. Maar die zijn echt puur om schoon te maken. Ja, ik heb iets met schoonmaken. SD card reader. Dat heb ik wel nodig. Dus een SD card reader. Ik heb nog een masker. En dit is de Gjerta Charcoal Blackhead Peel Off Mask. Dat zit deze en er zit ook nog een kwastje erbij. Zoals ik al zei, ik was door mijn maskers heen. Dus dit is nog een masker, maar van houtskool, een charcoal mask. Oh my god! Dit is Bath & Body Works! Ik dacht dat deze, dat ik het niet deze herkende. Oh my god! Happiness guaranteed, of course it's Bath & Body Works. En wat zit hierin? Heel veel geurtjes voor in huis. I'm a homebody. Ik hou van mijn huis. Ik hou van gezelligheid. Ja, ik bedoel, zo heel gezellig is het hier nu niet meer. Maar het is nog steeds mijn huis. De kinderen komen nog steeds graag thuis. Dus ik heb geurtjes gekocht van die stopcontacten wat ik toen in Maleisië had gekocht. Dus heel veel geurtjes. Dit is de Fresh Bamboo. In Fresh Bamboo is een geur die ik kocht toen we op huwelijksreis waren. Dat is een van mijn eerste Bath & Body Works geuren. Die kocht ik, ja, alweer 6 jaar geleden. In Dubai. In een Bath & Body Works geur kocht ik hem als kaars. En sedertdien ben ik helemaal verslaafd aan deze geur. En in de zomer hebben ze altijd sale. Dus deze kocht ik echt heel erg goedkoop. En natuurlijk nog beter dat ik geen invoerrechten hoefde te betalen. Dus ik heb heel veel dubbele pakketjes gekocht. Dus hij zit echt helemaal vol met alleen maar geurtjes voor in huis. Dit is de Frosted Cupcake. Sweet Pea. Sensual Amber. Eucalyptus. En ik heb een grote verpakking met 1000 Wishes. 1000 Wishes is echt een kerstgeur. Daar heb ik 6 van. Een pak van 6. En nog een pak van 6 en dat is waarschijnlijk eucalyptus als ik het goed heb. Oh nee, dit is een verzamelverpakking met verschillende geurtjes. Dus alleen maar huisgeurtjes zitten in deze doos. Bye babes, tot de volgende. Volgens Klaas.